Op vrijdag 23 juli ontvangen wij hoog bezoek uit Engeland. Wij spelen dan de laatste en belangrijke oefenwedstrijd tegen Chelsea. Steun ons tijdens deze mooie wedstrijd. Ga naar ajax.nl en bestel je kaarten. Op vrijdag 23 juli, 6 uur, Ajax-Chelsea. Wat een affiche. Je hebt vandaag weer meegetraind met de groep, grotendeels. Hoe ging dat? Ja, wel goed. Ik was wel een beetje snel buiten adem, maar de laatste dagen niet zoveel gegeten. Ja, want vertel even wat er aan de hand was met je. Ja, ik had wat last van mijn maag. Zondag begon het al een beetje en gisteren en eergisteren ook nog wat last. En ja, daardoor ben ik gisteren uit de training gebleven en kon ik vandaag weer bijna anders meedoen. Gisteravond heb je gekeken naar Nederland-Uruguay. Ja, goed resultaat. 3-2 uiteindelijk nog, maar ja, ik denk heel knap van Nederland dat ze de finale hebben gehaald. En we zullen zien wat er nu gaat gebeuren. Hopelijk winnen ze. Is goed voor het Nederlands voetbal, is mooi voor het Nederlands elftal. Dus we zullen zien. Hoe was het om het, zeg maar, hier in Oostenrijk naar de halve finale van de WK te kijken? Zonder oranje gekte of wat dan ook? Ja, inderdaad. Dat is wel een beetje rustig, zeg maar. Normaal als je in Nederland bent, dan hoor je, bij mij thuis hoor je dan de buren en alles ook juichen. En ik ben ook in de stad geweest, dan is het toch wel wat anders dan hier. Hier is het wat rustiger en niet iedereen van Nederland, dus daar hoor je niet zoveel. Vanavond is de anderhalve finale. Wie hoop jij als tegenstander voor Nederland? Nou ja, Duitsland doet het heel goed en Nederland-Duitsland zou een mooie finale zijn gezien het verleden. Maar ik vind Spanje ook een mooie tegenstander, dus voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Ik denk dat het sowieso wel een mooie finale wordt, of Spanje, Nederland of Duitsland, Nederland. Dus,